We zijn hier bij een publiekslezing in het kader van Samen voor Betere Zorg. En die campagne is gelanceerd omdat het Martini Ziekenhuis 25 jaar bestaat. Vandaag ging het over brandwonden. We hoorden van moeder Petra hoe haar zoontje Luc, toen 3 jaar, aan haar arm trok terwijl ze gewoon een kopje thee aan het zetten was. En er ging maar een heel klein beetje op zijn gezicht en later bleek ook op zijn schouder. En hij had dus een brandwond en hij zat eerst niet door hoe erg het was, maar later bleek toch echt wel dat ze naar het ziekenhuis moest en dus ook naar dat brandwondencentrum. Toen zag ik onder zijn kin losse vel aan hangen, echt los vel. En toen raakte ik in paniek en toen dacht ik, nou moet ik wel was. Toen heb ik 112 gebeld. Ze moest in de ambulance en ik vroeg haar ook van, goh, wat is je bijgebleven? Want vaak zijn dat hele aparte dingen. En zij zei, ja, Luc houdt van zingen. Dus ik heb telkens maar liedjes gezongen om hem rustig te houden, om hem blijer te maken. En soms lukte dat heel eventjes en dan begon hij weer te huilen. Eigenlijk pas toen we hier kwamen, toen reden we over zo'n, op zijn brancard over zo'n, die mooie gangen die je hier dan ziet. Toen zei hij, oh, wat is dit gaaf, zeg. Zo vond hij wel even. Gelukkig maar. Dat vond hij wel even heel leuk. Ja. Ja, je denkt bij brandwonden en vooral ook het wisselen van het verband daarbij de dagen daarna. Dat is ontzettend pijnlijk en vervelend. En kinderen moeten dan huilen en zijn van streek. Maar dat doen ze hier in een hele speciale kamer. De blauwe kamer. Met allemaal toeters en bellen en afleiding en televisie. En Luc die zei dan tegen zijn moeder, mag ik weer naar de blauwe kamer? Nou, dat vond ik wel treffend. Dat iets wat anders zo pijnlijk is, en het is ook pijnlijk, dat hij daar zo'n positieve connotatie bij had. Ja, hij heeft nu ratjes onder zijn voeten, die doen hem pijn. En toen zei hij al, van, mag ik dan weer naar de blauwe kamer? Kijk, maar applaus voor Peter en Uri. Graag gedaan. Leo kwam toen aan het woord. Die is IC-verpleegkundige al jarenlang. En hij testte eigenlijk ons als publiek van wat we eigenlijk weten over brandwonden. Wat we niet wisten eigenlijk, was het antwoord op de vraag, moet je die kleren nou aanhouden of juist uitdoen? Laten zitten. Want dat zegt EHBO op tv, hè? Heeft er iemand wel eens wat thee over zijn broek gekregen? Ja, wat dacht je toen? Ik wil hem zo snel mogelijk uit. En dat zou bij een kind niet mogen. Die hitte, die moet daar weg. Dus die kleding moet uit. Sonja, de brandwondarts, die vertelde vooral dat zij niet alleen met die patiënt bezig is, maar een ontzettend groot team. En er zijn zoveel mensen die ervoor willen zorgen dat die patiënt niet alleen qua brandwond geneest, maar eigenlijk helemaal. Dit zijn uiterlijke wonden, maar er zijn veel meer wonden bij de mensen. Want als jij brandwonden hebt gehad aan je benen, dan kom je strak in je vel te zitten en dan kan je niet goed buigen. Je kan niet goed strekken. Je bent heel lang in bed heb je gelegen, dus je kracht gaat achteruit. En dan heb je problemen met traplopen, met lopen, met dingen doen. En als je dat niet kan, hoe kom je dan op je werk? Hoe kom je op school? Hoe kan je thuis het huishouden doen? Dus ook dat is heel belangrijk om dat vanaf de eerste dag in de behandeling mee te nemen. Nou, dat doen we. Dat doen we met het hele team. Want wij willen niet alleen dat de brandwonden aan de buitenkant genezen worden, maar we willen dat de hele patiënt weer terug kan in de maatschappij. Daar gaan we voor. Willem is microbioloog en die weet alles over infecties. En vooral ook hoe we die kunnen voorkomen, want dat is het belangrijkste. En dan met name bij brandwondenpatiënten, want dat is een hele kwetsbare groep. Die mensen die hebben natuurlijk al hun beschermende laag verloren. Die is aangedaan, de huid. Die beschermt je tegen infecties. En bovendien zijn brandwondenpatiënten hebben een sterk verminderde afweer en zijn daardoor ook extra gevoelig voor infecties. Mensen die zo'n infectie krijgen, daarvan gaan er 37.000 mensen dood aan die infectie. En dat zijn er nogal wat. En 110.000 mensen gaan dood indirect aan die infectie door allerlei complicaties achteraf. Dus bij elkaar is dat ongeveer 150.000 doden en ongeveer 30%... daarvan, denkt men, is te voorkomen door hygiënemaatregelen. En een van de meest simpele dingen is bijvoorbeeld handen wassen. Dat is de meest effectieve manier om infecties niet over te dragen. Kirsten is een klinisch psycholoog en dat klinkt heel afstandelijk, maar ze is juist ontzettend warm en met toewijding bezig met haar collega's om zowel kinderen als volwassenen te helpen bij het psychische gedeelte van de pijn. Dus niet alleen de brandwond, maar ook het afleiden bij de pijn. Met gesprekken, maar ook met hele innovatieve brillen. Wat er gebeurt als je deze opzet, dan binnenin wordt een filmpje afgespeeld of je ziet een spelletje en dan voelt u het al aankomen, dan heb je minder aandacht voor die pijn, minder aandacht voor wat er op dat moment gebeurt bij die verbandwisseling.
Als laatste hadden we een hele bijzondere gast, een eervolle gast, want het was de directeur van de Nederlandse Brandwondenstichting. Hij kwam met twee belangrijke zaken, namelijk een enorm compliment voor de zorg hier in Groningen. Maar hij kwam ook om te vertellen dat er behalve die blauwe kamer voor kinderen ook een hele bijzondere kamer voor volwassenen is geopend. En dat deed hij zelf. Tel even mee. 5, 4, 3, 2, 1... Ik presenteer u het tweede patiëntvriendelijke verbandwisselkamer, mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij en de acties die we hebben gedaan in Groningen. Dus we konden er niet één maken. We konden er twee maken. Ja, hartstikke goed. Ja, vond het heel leuk. Ja. Nou, zeker weten. Alle verhalen en dingen. Ja, het was echt indrukwekkend. Ja, laten we hopen dat het nooit gebeurt natuurlijk. Maar als het gebeurt, dan weet je in ieder geval wat je moet doen.